Kinderen van statushouders hebben vaak alleen hun oma nog in het land van oorsprong. Gelukkig kunnen ze nu een Nederlandse oma adopteren met behulp van het Mama-Oma-project. Dit is In Derde Termijn met Ruud Bochart. Goeiedag en welkom bij In Derde Termijn over het Mama-Oma-project. Wat dat precies inhoudt, horen we straks. We gaan erover praten met Gulnara Akimayeva, met jouw dochter Zanzaya, met Simin Sangyan en met Paula van Maurik. Welkom. Ik ga jullie tutoyeren, want ik struikel over die achternamen. Met alle respect voor jullie prachtige namen, maar ik ga jullie tutoyeren. Voordat ik begin met het programma, moet ik eerst even iets rechtzetten voor wat betreft de uitzending van vorige week. Toen besteden we aandacht aan twee mensen uit Oekraïne, Alexander en Natalia. Maar ik zei in het programma dat Nederland 20.000 vluchtelingen zou opvangen in de regio Gooi en Vechtstreek. Nou, dat was een iets te ambitieus getal. Het gaat om ongeveer 2.000 vluchtelingen uit de Oekraïne. In heel Nederland gaat het om ongeveer 20.000 tot 21.000 vluchtelingen. Dat even als correctie op de uitzending van vorige week. Goed, welkom. Ik begin met jou, Simin. Jij komt van oorsprong uit Iran, hè? Dat klopt. En je woont in Nederland sinds 1985. Dat klopt, ja. Ja? Ja. Ben je nog wel eens teruggegaan naar Iran? Ja, ik ben in 2004 voor mijn werk. Ik had een ander werk. Ben ik naar Iran geweest. En toen toen was ik in Iran, werd ik verliefd op Nederland. En toen dacht ik, ik moet terug naar mijn huis. Ja. Utrecht. Dus ik ben wel naar Iran geweest. Ja, ja. Ja. Want waarom ben je in de tijd weggegaan? Nou, ik ben gevlucht. Eind 84. Ja. En dan, wij zijn 85 in Nederland beland. Ja. Met mijn kinderen, toenmalige mijn man. Ja. En drie kinderen. Dus zonder te weten dat wij in Nederland komen, maar God toch. Wij zijn wel je bent gevlucht omdat in 1979 daar die Islamitische revolutie plaatsvond. Ja. Ja. En jij voelde je daar niet prettig bij. Nou, wij hebben oorlog ook meegemaakt. Ik ben ook, oorlog begon ook vanaf mijn stad tussen Iran en Irak. Ja, die heeft acht jaar geduurd. Acht jaar geduurd. En daar had ik ook problemen omdat we waren niet mee eens met het regime. En zij hebben ook mijn broer ook vermoord, zeg maar, in 86. Daar, ik had er wel heel veel problemen gehad. Ja. Daarom kon ik ook heel lang niet naar Iran toe. Maar toen voormalige president van Iran, hij zocht wel relatie tot Europa en Amerika. En toen kon ik wel voor mijn werk naar Iran toe. Ja. Maar je zou er niet meer willen wonen? Nou, ik mis mijn familie wel. Ja? Maar als ik het... nee, denk ik niet. Want kijk, je bent zo veel veranderd. En je gedrag, je denkwijze en hoe jij bent als een mens geworden, zoals ik nu ben. Dan is het heel moeilijk in een Islamitische land. Ja. Met zo'n strenge disciplines wat zij hebben. Ik denk niet dat dat mij dat je daar nog zou kunnen aarden. Nee. Ik voel me gelukkig hier. Oké. Gulnara, jij komt uit Kazachstan. Ja, ik kom uit Kazachstan. Hoe lang ben je al in Nederland? Wij zijn hier 2 jaar. 2 jaar, ja. En waarom ben jij uit Kazachstan weggegaan en naar Nederland gekomen? Ja, want mijn man is ontwikkelingsingenieur en heeft hier een baan gevonden. En daarom zijn wij hier gekomen. Ja. Niet dus gevlucht vanwege oorlogsgeweld? Nee, niet. Nee. Volg je de ontwikkelingen nog in Kazachstan? In Kazachstan loopt alles goed. Ja? Ja, nou, een paar maanden geleden hadden we daar ook. Ja, nu is het een beetje moeilijker geworden. Ja. Door die oorlog in Oekraïne. Maar zo is dat leven goed geworden. Ja. Merk je, heb je nog contact met familie in Kazachstan? Ja, ik heb contact met familie in Kazachstan. Mijn ouders zijn daar, mijn broer, mijn zusjes in Kazachstan. Ja, alle werken.
Ja. En hoe is het leven daar nu, nu die oorlog in Oekraïne plaatsvindt? Heeft dat net zoveel impact in Kazachstan als in Nederland? Dat kan ik helaas niet zeggen, want ik was deze 2 jaren niet in Kazachstan. Daarom, nee. Ja, daarom niet. Nee. Maar heb je daar iets over gehoord van je familie? Ja, die zeggen dat meer Russische mensen uit Rusland komen naar Kazachstan, want die willen niet meer in Rusland blijven. Want ze zijn niet meer eens met de Russische regering, wat die daar maken. En ik denk ook vluchtelingen uit Oekraïne komen ook naar Kazachstan. Want heel veel Oekraïnse mensen hebben een relatie, hebben vrienden in Kazachstan. Ja. Vroeger was het natuurlijk ook allemaal de Sovjet-Unie, hè? Ja, vroeger was dat zo. Ja, vandaar die banden misschien ook. Ja. Sanzaya, jij bent 9 jaar oud. Ja. En jij zit hier op school? Ja. Op welke school zit je? Bij de Blik. Bij de Blik. En waar is die school? In? Hilversum. In Hilversum, oké. Ben jij wel eens... jij bent natuurlijk met je moeder meegegaan, hè, uit Kazachstan, 2 jaar geleden. Kan je daar nog iets van herinneren? Nee. Nee, daar was je te jong voor, hè? Ja, ja. Maar gaat het goed op school? Ja. Ja? Ja. Spreek je... wat is de taal die ze in Kazachstan spreken? Kazachstans? Kazachs en Russisch. Oké. Spreek je dat ook? Of niet meer Kazachs zo? Niet. Niet meer? Alleen Russisch. Alleen Russisch spreek je nog. En Nederlands natuurlijk. Ja. Je hebt een nieuwe oma gevonden, hè? Want jouw oma, jouw echte oma zal ik maar even zeggen, hè? Dus, die woont natuurlijk in Kazachstan nog. Ja. Klopt, hè? Ja, leven allebei je oma's nog? Dus nee, alleen eentje van mijn moeder. Alleen de moeder van jouw moeder leeft nog? Ja. Ja, oké. maar die spreek je natuurlijk niet heel vaak meer. Jawel, ze spreekt wel met ons. Ja? Ja. En hoe? Hoe heb je contact? Mijn moeder belt haar gewoon. Oké. En dan praat je ook met haar via de telefoon? Ja. Maar zien en een knuffel... Dat is er even niet bij natuurlijk. Nee, maar zien wel. Zien wel, ja. Oké. Maar je hebt een Nederlandse oma gekregen. Ja. Paula van Maurik. Vertel. Ja, ik ben met het gezin in contact gekomen via Talentonen. En via eigenlijk Senver, dat is de seniorenvereniging in Hilversum. Ja. En die geeft een blad uit. En daar las ik dat ze dus op zoek waren naar oma's voor het oma-project. En mijn kleinkinderen waren zo groot dat die mij niet meer nodig hadden. Want ik was veel in Amsterdam bij mijn kleinkinderen. Maar die gingen naar het voortgezet onderwijs. Dus toen had ik ineens de woensdagmiddag vrij. Ik dacht, hé, dat is leuk om dat te doen. Ja. Vluchtelingenkinderen en kinderen die gewoon geïntegreerd moeten worden in onze maatschappij. Dat leek me een hele uitdaging. Dus ik ben in contact gekomen met Gulnara en haar gezin. En ja, 4 hele leuke kinderen. Heel leergierig, heel enthousiast. En hoe oud zijn de kinderen? Zij wordt nu 10, volgende maand. Maar 2,5 jaar geleden was ze natuurlijk nog maar 7. Ja. En de anderen waren 5 en 4. En er was nog babyën toen. Ja, 1 jaar oud. Ja. En ik ben met de 3 meisjes begonnen met gewoon maar naar buiten te lopen. En dingen aan te wijzen. En weet je nog wat het eerste woord was wat jullie leerden? Lantaarnpaal. Nou, vind je die niet leuk? Lantaarnpaal, nee, daar heb je wat. Lantaarnpaal. Ja, nee, maar daardoor kom je natuurlijk verder. Hè? Van, dan wees ik een boom aan. Is dit ook een lantaarnpaal? Nee, dat is een boom. Ja. En een paal zonder lamp is geen lantaarnpaal. Nou, en zo ga je verder met de taal. Leuk, en leuk. Eigenlijk binnen een jaar zijn ze van de internationale school naar de gewone normale school kunnen gaan. Omdat hun taalontwikkeling zo goed was. Ik denk omdat ze zo intelligent zijn. Maar ook omdat we dus heel veel met boekjes ook geleerd hebben. En spelletjes. Hè. Ik deed en Nederland. Kinderen leren natuurlijk sneller een heel andere taal dan, ja. dan wij als senioren. Ja, dat denk ik ook. Maar het ging eigenlijk heel voorspoedig. Ja. Maar ja, toen kwam corona ertussen. En dat was wel jammer. Toen mocht ik niet meer naar het gezin gaan. En toen gingen we via app
contact hebben met de telefoon. Het was ingewikkeld, moest moeder het boekje zo neerzetten dat ik met mijn telefooncamera op de tekst en op het kind en dan moet zo voorlezen, weet je wel. Dus dat was wel iets ingewikkelder. Nou, naderhand toen corona over was, zijn we weer lekker naar buiten gegaan, naar de speeltuin en ja, boodschapjes gedaan en gewoon ijsjes gegeten. Ja. En hoe vaak kom je nou bij dit gezin? Iedere woensdagmiddag. Iedere woensdagmiddag. Eén keer in de week. Ja. 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 Hoe vind jij het? Leuk. Ja? Wat vind je leuk? Omdat ze bij ons komt en zo van leert en met ons spelletje speelt. Ja, ja, ja. Het is echt een beetje een oma. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar ook Nederlandse spelletjes, hè? Mensen zeggen hier niet. En ganzenbord heb ik allemaal weer uit de kast gehaald en meegenomen. En leuk. Dat vonden ze hartstikke leuk. Ja. Hè? Hoe vind jij dat, Kumara? Ik vind dat ook echt super. Ik ben heel blij met deze project. En oma komt en mijn kinderen lieven oma Paula heel erg. En knuffelen en spreken. Met mij oma Paula altijd lezen een boekje. Ja, ja. Om mijn taalkennis te verbeteren. Ja. Ja, 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 mooi. Simon, jij hebt dit project ooit eens geïnitieerd. Ja. Hoe kwam je op dit idee? Nou, je weet dat ik vluchteling ben. Ik heb ook geen familie hier. En mijn kinderen, ik heb 4 kinderen. Hè? 3 zijn groot en eentje was nog niet. En de jongste, ik merkte ook bij mijn kinderen, hè, ze missen familie heel erg. En vooral als je opa en oma hebt. Ik hoorde van mijn oudste zoon, zeg, mam, waarom wij zijn hier gekomen? Wij hebben geen familie. Die zei, nou, zonder familie of dood te gaan, dat is het. Ja, ja. Keuzes alle gemaakt. Ja. En toen werd ik zwanger van mijn jongste dochter of kind. En toen dacht ik, nou, ik moet wel voor haar opa en oma hebben. En dat heb ik gevonden. Niet 1, 2 opa en oma's. Eerst een opa en oma, ze wonen in Austerlitz, familie Steehouwer. Ja. Prachtige mensen, daar ben ik echt dankbaar mijn hele leven aan hen. Want zij hebben ons ontvangen als hun familie, de opa en oma. En ze hebben mij gevraagd, waarom zoek jij opa en oma voor jouw kind? Die zei, wat mijn andere kinderen hebben gemist, wil ik niet die nieuwe opkomst ook missen. Ja, ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen mijn dochter Christina. Ja. En wordt ook door opa en oma en hele familie van Steehouwer als prinses wordt behandeld. Ja. En ook als ik het zelf ook vragen had. Kijk eens, als er allochtoon hier komen. Je kent de taal niet, je kent de omgeving niet, cultuur niet. Het is wel heel veel vragen om beter te integreren en ook beter te participeren in onze samenleving. Ja. Je hebt mensen nodig, zoals Paula. Naast je. Ja. En dan kun je wel die vragen stellen zonder angst te hebben om te veroordeeld worden of beoordeeld worden. En daar eigenlijk voor mij was het om dat in praktijk gedaan heb. En ik had er wel echt baat bij gehad. Ja. Mijn kind en ik zelf ook. Ja. En eigenlijk, zij hebben mij ook ondersteund met de stichting die Talentone is om te starten. Ja, ja. Zij hebben mij ook daar heel veel steuning gegeven. Oké, dus je bent echt met dit project gestart vanuit je eigen ervaring. Ja, ja, klopt. Ja. Eventjes, wat was het eerste woord wat jij hier leerde, behalve lantaarnpaal? Nou, ik hou van je. Oh, ik hou van je. Oh, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Super woord, ja. Ja, dat is heel mooi. Paula, doe je dit belangeloos of krijg je hier een vergoeding voor? Nee, we krijgen geen vergoeding. Ik heb wel een bedrag ooit gekregen. Ik dacht van een bepaalde Lottery Club. Ja. De Rotary, ja? Ja. Ik ben iets van €300 om boeken te kopen. Ja, voor, ja. En daar heb ik dus boekjes voor gekocht voor hun. Maar ja, dat is nu op, hè? Ja. Het geld is nu op. Nou, doe een oproep op camera. Dus, ja, nee. Maar en welke Rotary Club was dat even? Want we hebben er meerdere in Hilversum. Ja, dit is het. Was dat de Rotary Club van Marjolein van Del? Marjolein, ja. Ja, oké. Dat is het. Ja. De oudste Rotary Club van Hilversum. Ja, okay, zijn dan weten prachtige we mensen. Ja, mooi. Nou,
Dit hele project, jij als organisator, krijg jij daar geld voor? Subsidie van een gemeente of ben je afhankelijk van giften? Nou ja, dat is het project, omdat ik wilde ook iets teruggeven aan Nederland. Kijk eens, talent tonen is mijn cadeau aan Nederland, want Nederland heeft mij heel veel gegeven. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En toen had ik... Ik heb een BV en ik heb een stichting. En BV heb ik een beetje winst gemaakt. En toen dacht ik, nou, ik wil het wel iets teruggeven. Toen dacht ik, ik ga met mijn eigen geld gewoon die project opzetten. En toen heb ik al dit project gedaan. Maar voor vervolgproject hebben wij wel subsidie gekregen van gemeente Hilversum. Yeah. Sorry. Gemeente Hilversum en ook Horizon, Stichting Horizon en Oranje Fonds. Oké. Ja. Dus je hoeft het niet helemaal meer uit eigen zak te betalen. Maar dat betekent dat als de gemeente en ook het Oranje Fonds hier geld in steken, dat ze het project ook een goed project, een goed initiatief vinden. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Ja. Want hoeveel gezinnen heb je nu? Nou, wij hebben nu totaal 16 gezinnen, zeg 16, maar. 16, ja. 8 eerste en nu tweede. Dat wij zijn ook bijna aan afronden in mei. En daar, omdat was ook corona tussendoor. Hè? Ja. Dus was het heel moeilijk om met die te starten. En toen wij hebben toezegging gekregen van gemeente Hilversum. We zijn gestart. En nu, we gaan wel einde april afronden. En wat ga je dan afronden? Het traject waar wij mee bezig zijn. We gaan elke keer 8 koppels aan elkaar koppelen. Dus 8 oma's. Oma's en 8, 8 gezinnen. Ja. En daar is het, dan is het overzichtelijk. Okay. En jij begeleidt die oma's en ook eventueel die gezinnen? Nou, mijn collega doet dat. Of jouw collega. Maar in ieder geval jouw organisatie doet dat. En dan zeg je na zoveel tijd, dan moet dat stoppen. Ja. En dan gaan jullie weer nieuwe gezinnen begeleiden. En nieuwe oma's rond. Dat zal ik maar even zeggen. Nou, wij hebben wel contact. Wij hebben wel een app gemaakt voor het eerste project. Ja. En daar zitten alle oma's erin, hè. Dus we gaan ook voor het tweede traject ook gewoon app maken. En dan op zo'n manier ze gaan met elkaar contact houden. Oké. Maar als Paula nou zegt, nou het project wordt afgerond. Ja. Maar ik wil toch graag bij Zanzaya langskomen. Bij jouw broertjes en zusjes. Dan kan dat toch? Ja. Ik blijf gewoon doorgaan. Ja. Ja, dan kan dat. En als ik informatie wil hebben, dan kan ik altijd bellen en overleggen van, goh, hoe doe ik dit, hoe pak ik dat aan? Ja. En ook hebben we dus door die app, hebben we ook contact onderling. Dus de oma's hebben samen contact. Heb jij een probleem in een gezin, hoe los jij het op? Ja. Dan kan je met elkaar uitwisselen. Dat is toch wel leuk. Tips. Ja, ja. Heel, heel verstandig. Kan je eventueel ook nog een tweede gezin erbij nemen, als je dat zou willen? Ik word dit jaar 80 en ik denk dat ik daar niet aan moet beginnen. Ik zou het je niet geven. Nee, maar ik vind het leuk om één gezin te begeleiden. Ja, maar het zou in principe kunnen. In principe wel, maar 4 kinderen vind ik dus toch wel een maximum. Ja. Ja, en als ik een gezin met 1 kind had, zou ik misschien wel denken van, ik kan nog een gezin bij. Ja, dat snap ik, ja. Want je zoekt... na deze periode zoek je eigenlijk 2 dingen. Je zoekt en gezinnen en je zoekt oma's. Dat klopt. Ja. En wij hebben nu heel veel contacten gelegd met heel veel instanties. Ja. Dat wij adverteren ook. Ja. Hè? Dan krijgen wij ook bijvoorbeeld aanmeldingen. Ja. Hè? Maar het zijn niet alleen maar mensen uit Hilversum. Het kan ook in de regio zijn. Nee, nu alleen Hilversum. Ja. En dan, ik ben heel ambitieus. Maar ik je moet ook kijken. Je wil eigenlijk naar de rest van de regio. Ja, dat wil ik ook eens doen. Ja. Oké. Dan even iets anders. Nog even. Het mama-oma project klinkt allemaal heel vrouwelijk. Maar als ik nou een opa zou zijn en ik zou dit ook leuk vinden... Nou, wij hebben eigenlijk, hoe noem je dat? Wij hebben ook opa's, zeg maar in combinatie met oma. Oké. En daar is het, wij hebben wel één opa aangemeld, maar hij heeft dat zelf afgehaken. Zeg, dat wordt wel te veel voor me. Want de combinatie met oma moet het wel kunnen. Ja, maar oma is het uitgangspunt. Dus je mag alleen zijn de oma zijn, maar alleen zijn de opa liever niet. Nou, dat kan wel. Maar toch, omdat die mama
en oma, dit gaan ze met elkaar heel veel over hun ervaringen uitdelen. En daar is het voor ons is uitgangspunt. Maar opa kan het ook gewoon aanmelden. Maar ja, daar moeten wij gewoon in gesprek met. Ik kan me voorstellen, een papa-opa project zou ook kunnen. Oh ja, absoluut. Of een mama. Absoluut. Opa mijn man project. Pakt pannenkoeken wel eens. Ja. Dan komen ze bij ons en dan gaan we pannenkoekenfeest maken. Hè? Ja. En dat is ook leuk natuurlijk. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel alleenstaande mannen die het misschien hartstikke leuk vinden om hun tijd op deze manier door te brengen. Ja, dat klopt wel. Want kijk eens, wij hebben ook andere oma's en opa's, zeg maar. En dan die opa gaat met die vader bezig zijn. En heeft hij ook bijvoorbeeld in een nieuw traject, heeft hij één opa voor die vader, heeft hij ook werk gevonden. Ja, ja. En daar op zo'n manier kun je ook met de papa, met vader ook bezig zijn. Ja. Opa en vader. Ja. Dus daar is het, wij sluiten niet uit. Maar omdat jij moet het wel in Nederland altijd, hoe noem je dat, strak zijn. Duidelijk zijn. Dat is belangrijk. En daar hebben wij alleen voor mama en oma, maar dat doen wij ook vader en opa, zeg maar. Ja, ja. Dat zit er ook wel in. Oké, helder. Ik ga even naar iets anders. Je woont nu 2 jaar in Kazachstan. Nederland. Je bent 2 jaar weg uit Kazachstan. Zie je zelf nog wel eens teruggaan naar Kazachstan? Of zeg je, nee, ik wil hier graag blijven wonen? Toen ik in Duitsland gestudeerd heb, ik was 5 keer in Nederland. Want ik was zo verliefd in Nederland. Daarom ik denk, ik wil hier blijven. Okay. Ik wil hier wonen. Want dat was mijn droomland altijd. Ja? Ja. Wat is dan leuker aan Nederland dan aan Duitsland? Ja, hier zijn mensen heel open. En... Open. Ik denk... open. Ja, okay. De mensen zijn een beetje zo open. En hier ook, denk ik, economische situatie ook beter. Je kan altijd een baan vinden. Dat is ook heel belangrijk. En hier zijn... Mijn kinderen zijn echt gelukkig. Blij in Nederland. Ja. Deze onderwijssysteem is ook goed. Heel goed, ja. Even dan vergelijken met Kazachstan. Wat is een belangrijk verschil, behalve dat Nederlanders meer open zijn? Ja, in Kazachstan zijn mensen ook open. Ja. Ja, ik kan je vertelt zeggen. Altijd tegen mij dat er een beetje corruptie is in Kazachstan. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is altijd zo een beetje kritiek. Ik denk dat is in ieder land zo. Ja. Het is nooit zo een land die geen nadelen heeft. Het is altijd voordelen en nadelen. Hè? Tuurlijk. Zo, in Kazachstan een beetje zo deze kritiek. Ja. Dat wij een beetje zo corruptie hebben. Ja. Ik kan me ook voorstellen, daar ben ik even benieuwd naar. Ik heb ook wel eens mensen geïnterviewd uit Syrië en uit Eritrea. En die zeiden altijd... Een belangrijk verschil met hun land en ons land is dat wij de opa's en de oma's, die stoppen wij weg in verpleeghuizen of in verzorgingshuizen. Terwijl in die landen neem je die mensen op in je eigen huis. Hoe is dat bij jullie in Kazachstan? Ja, ik kan mij niet voorstellen dat ik mijn ouders naar zo een huis sturen. Nee? Nee, nooit. Nee. Dus ja... Terwijl nooit. Wij... Onze oma's en opa's... altijd wonen met eigen kinderen in een grote huis. Ja, ja. Ook soms, soms wanneer oma, opa van die anderen blijft zonder kinderen. Ja, dus, soms is dat zo, dan moet een andere relatie of die kinderen van zussen en zo in eigen familie nemen. Ja, ja. Terwijl wij, ik weet niet hoe dat bij jou ligt, maar ik moet er niet aan denken dat mijn ouders bij mij in huis kwamen wonen. Nee, maar wat wij vergeten hebben in Nederland, en ik denk dat dat het grootste probleem is, is dat we oude mensen niet hebben geleerd om te blijven integreren en maatschappelijk betrokken te zijn. En wat ik nu in het oma-project vind, is ik ben nodig.
En ik denk, als je vader en moeder op een zijspoor zegt van nou, je hoeft niks meer te doen. En dan stel je ze eigenlijk naast de maatschappij. En dan denk ik dat mensen dus heel hard achteruit gaan en vereenzamen. Ja. En ja, en dan zie je dat, nou ja, ga dan maar naar een bejaardenhuis of naar een verzorgingshuis. Hè? Dan is dat probleem opgelost. Maar ik denk dat je moet ze iets zinvols geven. Ja. En dat zijn we vergeten in Nederland. Ja. Ja. Hè? En je moet ze weer status geven. Ja. Maar zou jij je kunnen voorstellen dat je bij je kinderen gaat wonen? Nou, ze hebben niet zo'n huisvesting dat ik daar nog een extra kamer kan krijgen. Dus nee, dat denk ik niet. Ik zou het ook niet willen. Bij ons. Nee, ik zou het ook niet willen. Ja, ik heb ook oma Paula gezegd. Waarom oma Paula met opa Dick woon je alleen in deze grote woning? Kom toch bij ons wonen. Ja? Wij kunnen toch onze de verdieping voor je alles inrichten. Kom bij ons wonen. Nee. Dat zijn we helemaal niet meer gewend. Hè? In Nederland zijn we echt individualistisch bezig. Ja. Iedereen heeft zijn eigen huis. Dus het is van twee kanten uit. Oké. Sanzaya, gaat het allemaal goed op school? Ja. Ja? Ga je, het is pas... Nee, het is al binnenkort weer schoolvakantie natuurlijk, zomervakantie. Nee, ja, de eerste meivakantie nog. Dan ga je over naar welke groep ga je dan volgend jaar? Zes. Groep zes ga je naartoe. Ja. Ik vind dat wel even leuk. Weet je eigenlijk al wat je wil worden later? Of heb je daar nog niet over nagedacht? Nee. Heb ik nog niet over nagedacht? Nee. Oké. Wat vind je nou het leukste om met Paula... Hoe spreek je haar eigenlijk aan? Zeg je oma of zeg je Paula? Oma Paula. Wat vind je nou het leukste om met haar te doen? Spelletjes spelen. Toch die spelletjes weer, hè? De ganzenborden. Ja. Ik ga me ook even aan jou vragen, Simin, over Iran. Al is het voor jou natuurlijk een hele lange tijd geleden dat je daar was. Maar toch even, wat is voor jou nou het belangrijkste verschil met daar en hier? Nou ja, toen ik in Iran was, ik miste krentenbol. Oh ja. En toen dacht ik, heel gek. En toen dacht ik, mijn zus zei, wat is er met je? Ik zei, ik mis Nederland. De openheid, wat zij zegt, en ook hoe wij met elkaar omgaan. Vind ik het prachtig. En misschien omdat ik vrouw ben, vrouwen zijn tweede rang. Hè? En dan hier word ik als allochtoon niet gekeken. Ik ben gewoon een mens. En ik vind het zo mooi van Nederland dat ik het... ik denk niet dat ik het ooit in Iran kan wonen met die gedachte. Dat vrouwen en mannen zijn anders. Ja. Hè? Wij zijn gelijkwaardig. En daar heb ik... daarom vind ik het talent tonen voor mij is het cadeau aan Nederland. Omdat ik vind, Nederland heeft mij als een mens gemaakt, zoals ik nu ben. En daar, als ik ook niet ben, wil ik wel gewoon voortgezet worden. En daar is het wel, kunnen wij gewoon zo'n mooie samenleving. Ik wil het gewoon in stand houden. Ja. Dat is het eigenlijk wat ik wil. Mooi. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de komst naar de bibliotheek om te praten over dit mama-oma-project. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee, veel geluk nog en succes met het vinden van nieuwe oma's en nieuwe gezinnen. Dank je wel. En tot zover deze aflevering van In Derde Termijn over het mama-oma-project in het Gooi. Volgende week praten we over de ChristenUnie en over de trends en analyses van de verkiezingsuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Kortom, veel om naar uit te kijken dus. Graag tot volgende week.